Hoe is het met je? Ja, gaat goed. Ja? Okay, zeker. Lang niet gesproken, man. Ja, dat is even geleden. Wat was de laatste keer dat we elkaar gesproken hebben? Ik zomer 2018. Toen ik nog bij Petrol Industries werkte. Ja. Daar heb ik het gehad over een Magento shop. En dat is hem uiteindelijk niet geworden? Nee, dat is hem niet geworden. Nee, nee. Vette pech voor ons. Dat werd Shopify. En of het de juiste keuze is geweest, zullen we nooit weten, denk ik. Want ja, die kiest hem weg en die bewonder je. Ja. Maar Shopify of was het Shopware? Wat was het? Oh, Shopware, ja, sorry. Ja. Ja. Nee, het geeft niks. Nee, ik denk, het moet wel, volgens mij moet het wel goed zeggen. Het was Shopware. Nou, ik heb laatst een podcast geluisterd over het ontstaan van Shopify. Dus waarschijnlijk zit dat in mijn hoofd. Kijk. En de kleine slaapt inmiddels? Die is de bed, zeker. Kijk, heel goed. Maar je hebt sinds dat we elkaar gesproken hebben een switch gemaakt. Ja, ik werk inmiddels bij Damans. Verantwoordelijk voor het wereldwijde online verkoopkanalen. Ja. We verkopen aan stroopwafels eigenlijk voornamelijk aan B2B en B2C via onze eigen webshop stroopwafels.com. Ja, cool. En via Amazon in Europa. Dat zijn tot nu toe de kanalen waar we op zitten. We verkopen B2B vooral in Nederland nog. Omdat we gepersonaliseerde blikken onder andere doen en wat grotere verpakkingen. Ja. De consumentenmarkt zit op dit moment vooral in de rest van de wereld en de United States. En UK is een opkomende markt voor ons. Ja, want ik zag labels als United Airlines en McDonald's voorbij komen. Ja, klopt. Ja, in Amerika wordt er hard gewerkt om ons merk in de markt te zetten. En ook om überhaupt stroopwafels natuurlijk meer bekend te maken. Ja. Er waren interessante deals met McDonald's waar we heel veel aandacht hebben gekregen in de media en de pers. En natuurlijk ook van de consumenten die steeds vaker de stroopwafel leren kennen. Ja, gaaf. Dus, dat is wel heel positief geweest voor ons. Ja. De vraag daadwerkelijk ook niet aan. Dus we bakken 1,3 miljoen stroopwafels per dag. Maar het is nog steeds niet genoeg. Dus, jemig. Ja, dus het is, de vraag is huge in ieder geval wereldwijd. Ja. En, die gekke Nederlanders met de stroopwafels. Ja, precies. Ja, je ziet veel verschillende bedrijven, groot maar ook kleine stroopwafelbakkers, die natuurlijk ook op die markt inspringen. Dat is eigenlijk alleen maar goed voor ons. Ja. Dat is ambassadeurs van de stroopwafel. Die de weg ook vrijmaken dat veel meer mensen in de wereld de stroopwafel leren kennen. Ja. Dat houden we natuurlijk nodig. En specifiek gekozen. Kijken welke markten goed werken voor ons. Ja. En specifiek, want je zei stroopwafels.com, marketplaces, B2B, B2C. Mm-hmm. Is er in die strategie heel, heel duidelijk gekeken naar welk domein gaan we gebruiken? En hebben jullie daarvoor gekozen juist voor stroopwafels in plaats van het brand neer te zetten? Of ja, nou, dat is een goede vraag. Deze keuze is gevallen voordat ik er was. Vrij recent voordat ik er was, hebben ze eigenlijk de hele URL-structuur omgegooid. Het was weer stroopwafels by Daalmans. Ja. Ik weet niet precies waarom de keuze is gevallen uiteindelijk om puur voor stroopwafels te gaan zonder de merknaam erin. Ja. Ik heb er wel een andere mening over. En dat is dat ik het liefst weer terug zou draaien. Want we zijn het werk aan een heel sterk merk. Ja. Hiermee ondermijn je eigenlijk dat hele gevoel. Sowieso komt er een heel nieuw brandboek en gaan we rebranding doen van ons merk. Veel meer gericht op de consument. Ja. Dat zijn ze eigenlijk niet gewend bij Daalmans. Dat neemt ook met zich mee dat we waarschijnlijk onze URL-strategie weer gaan aanpassen of aanpakken in ieder geval. En dat er een brandsite bij gaat komen naast het commercieplatform wat we nu al hebben met stroopwafels. Ja. Ja, want er is wel een... Ja, sorry. Er is al wel een B2B site, toch? Alleen daar verkopen jullie nu nog niks? Of? Ja, jawel. Nee, eigenlijk is het het is een beetje een hybride site. Dus het is zowel de B2B klant als de B2C klant kan op de site kopen. Ja. Eigenlijk een B2C platform draait op WordPress. En wat er nu gebeurt is dat je na het aanvragen van een zakelijk account je andere prijzen te zien krijgt. Ja. Meer zit eigenlijk qua B2B functionaliteit niet achter. En dat is ook iets wat natuurlijk nog in ontwikkeling is. Ja. Ze zijn heel lang bezig met online. En aan mij om dat de juiste richting te sturen. Ja, cool. Ja. En stuur je daar nu het team aan of doe je dat alleen? Hoe ziet de organisatie eruit? Ja, dus het is
het e-commerce team is opgestart als, als eigenlijk starter binnen de Daalmans Group. Daalmans bestaat voor een heel groot gedeelte over het private label. Waarbij we koekjes en alle vormen en maten bakken voor retail over heel de wereld. Ja. En het merk is nu een losse business unit binnen Daalmans Group. En daar is online een onderdeel van als eigenlijk een losse start-up. Binnen die start-up, binnen het bedrijf, en inmiddels is het wel een scale-up, denk ik wel. Als je kijkt naar de omvang, stuur ik een team aan van een online marketeer, een channel specialist, die zich bezighoudt met de merchandising van de kanalen die we hebben. En de aanvoer van nieuw traffic via online marketing. Een content marketeer, twee logistiek medewerkers die pick and packaging doen en de exportdocumenten. Customer support en inside sales en een business controller. Zo. Dus een heel compleet team. Eigenlijk, het is eigenlijk een bedrijf binnen een bedrijf. Zo zou je het kunnen zien. Nou, shared services maken we gebruik van wel vanuit de Daalmans Group. Dus gedeeltelijk finance, verloning, IT. Dat komt vanuit de organisatie. Dat is allemaal centraal, ja. Oké, gaaf. En heb je daarin helemaal de vrije hand? Of veel overleggen nog met andere De vrije hand. Ik ben inderdaad redelijk vrij in mijn doen en laten. Ja. Ik heb wel maandelijks een overleg met twee directieleden. De CEO Jeroen Daalmans en zijn neef Rick Daalmans. Ja. De enige eigenaren van het bedrijf nog steeds. Dus volledig privately owned. En met hun bespreek ik wel de richting waar ik naartoe wil of naartoe ga. Ze laten zich daar heel erg in adviseren door mij. En wanneer ik ze echt nodig heb om bij grotere beslissingen in ieder geval. En vaak ook bij het contact leggen. Zo klinkt het nu, en dat is het vaak ook nog met de sales, met het salesorgaan van Daalmans. Ja. Dan ondersteunen zij er ook in. En daar bedoel ik mee dat zij vanuit sales natuurlijk gewend zijn om echt nog orders te schrijven. Dat gaat echt offline. Dat heeft te maken met de belangen van retailers die ze nu niet willen ondermijnen, eigenlijk hun klanten. Ja. Ze nu nog vaak het gevoel hebben dat hun orderportefeuille gaat slinken wanneer online een belangrijk onderdeel krijgt. Ja. Dat is een leuke dynamiek waar ik nu in zit om aan te tonen dat online een onderdeel is van de hele keten eigenlijk en van de hele aanpak binnen de organisatie. En dat is gelijk denk ik een mooie brug naar het onderwerp waar we het straks over gaan hebben. En dat zijn die marketplaces waar we toch te maken hebben met hoe je je merk gaat positioneren. En afspraken die sales misschien wel los van online maakt of los van de e-commerce afdeling maakt met grote retailers die ook ons product neerzetten op verschillende kanalen eigenlijk. Dus daarin ondersteunen de directie ondersteunt me wel en staat ook wel achter mij om dat juiste hier aan te pakken. Ja. Want je hebt gekeken naar welke marketplaces gaan we dan inzetten naast het WooCommerce platform en waar is de keuze op gevallen? Ja, de keuze is gevallen op Amazon in Europa. Ja. Waarbij we gekozen hebben om de voorraad als eerste te brengen naar United Kingdom. Ja. Engeland. Vooral omdat daar ook nu een eigen salesorgaan zit vanuit Daalmans. We daar binnen Europa de hoogste dichtheid hebben van producten en assortiment binnen het retaillandschap. Dus de grootste kans dat consumenten ons al kennen. Ja. En het snelste eigenlijk op gaan zoeken op andere kanalen. Binnen de customer journey gaan ze ook zoeken. Starten op Amazon. En daar wilden we zijn. En vandaar dat we de voorraad in Engeland ook hebben liggen. We gaan daarin wel nog uitbreiden. Ja, bij Amazon. Ja. Goed, we doen via fulfillment bij Amazon. En we gaan het nog uitbreiden naar Duitsland ook. Om ook de Duitse markt en eigenlijk ook de landen Italië, Frankrijk en Spanje beter te kunnen aanleveren, omdat dat gewoon dichterbij is. Ja. Plus, we hebben natuurlijk een aankomende Brexit, dus we weten nog niet precies hoe dat gaat. Hoe dat allemaal dat gaat ontwikkelen. Ja. Dus het is goed, denk ik, strategisch gezien om voorraad in Duitsland te hebben. Ja. Want je zei, we doen fulfillment bij Amazon. Er zijn verschillende gradaties toch voor mensen die het principe van Amazon niet kennen. Misschien goed om dat heel even toe te lichten. Nou ja, je kan natuurlijk als seller op Amazon staan en eigenlijk via dropshipment gewoon vanuit je eigen warehouse de spullen daar naartoe brengen. Ja. Of
sturen naar de klant. Ja. Met Fulfillment by Amazon regelen zij eigenlijk het volledige logistieke gedeelte. Dus zij pakken eigenlijk alle orders op vanuit een warehouse en kiezen eigenlijk vanuit misschien wel straks warehouses welke locatie dichterbij is. Daarnaast kun je de logistieke centra van Amazon ook nog gebruiken om eventueel andere kanalen te bevoorraden. Dus het zou goed kunnen zijn dat je misschien iets straks verkoopt op een Poolse marketplace en die voorraad vanuit Amazon de Amazon locatie gaat komen. Ja, en dat heeft ook een voordeel toch in je ranking als je op de pagina's van Amazon zelf kijkt of je voelt. Ja, nou ja, precies. Nou ja, het heeft denk ik twee voordelen qua ranking en in het halen van de buybox op Amazon. Enerzijds natuurlijk omdat we het via Amazon versturen, heb je het voordeel van Amazon Prime. Snelle levering, waardoor je sowieso hoger rankt. Ja. En ten tweede heeft te maken met het snelle leveren, maar ook de verzendkosten die lager zijn, waardoor je ook weer een commerciëlere prijs kan neerleggen voor je product. Ja. Dus dat zijn de voordelen, ja. Oké. Hey, en de uitdaging die je daar hebt, zijn dat zei je eigenlijk net zelf al, hè, dat het merk ook door jullie B2B-klanten feitelijk gezien te koop wordt aangeboden, ook op Amazon? Ja. Het zijn een goed voorbeeld, denk ik, is op dit moment Amerika. We willen graag ook aanwezig zijn vanuit het merk, ook om ons merk te controleren op Amazon USA. Ja. Daar wordt ons product al heel veelvuldig aangeboden. Dat zijn partijen die wellicht stroopwafels met een lagere houdbaarheidsdatum opkopen en tegen hele lage prijzen dus ook gaan aanbieden. Fotografie is een issue. Dus je ziet gewoon dat de producten hoe ze aangetoond worden ver afwijken van wat wij eigenlijk als een standaard zouden willen zien, hoe ze met ons merk omgaan. Ja. Het product en uitleg is gewoon slecht. En wat je natuurlijk wil is als je in de markt aan de slag gaat om een product bekender en geliefd te maken bij het publiek, wil je natuurlijk wel dat er stroopwafels zo vers mogelijk bij de klanten terechtkomen. Dat is een van onze statements, dat we als de houdbaarheidsdatum over 4 maanden is, dat we eigenlijk ze al niet meer vers genoeg vinden, terwijl ze nog flink wat hebben. Ja. Willen ze zo vers mogelijk bij de klant hebben en heel veel van dit soort partijen bieden ze aan tegen veel beperktere houdbaarheidsdata. En ja, dat is natuurlijk niet goed als mensen zoiets bestellen en dan zeggen van, oh ja, dat viel eigenlijk wel tegen die Damaskoek, die ook nog in een UPS-busje door Arizona met 50 graden is gereden. Ja, dan is, dat is de kwaliteit van producten gaat op een gegeven moment achteruit. Ja, ja, ja. Dus dat gebeurt. Daarnaast zijn het naast de echte opkooppartijen die tegen budgetprijzen aanbieden, hebben we gewoon nog veel meer resellers die aanwezig zijn met ons merk. Ja. En die, goed, fotografie, product, content is eigenlijk een van de grootste issues die je gewoon niet kan controleren wanneer je niet zelf aanwezig bent op een marketplace. En je hebt ook geen brandpage wanneer je niet zelf aanwezig bent. Dus je kan niet ook nog een verhaal vertellen rondom je merk. Vaak nog een startpunt ook vanuit je campagnes dat op Amazon dat mensen eerst op je brandpage terechtkomen. Ja. Verhaal kan je gewoon niet vertellen. Nu is het zijn het willekeurige resellers die het erop gooien. Dus dat is wel een issue. Ja. Nou, dat is overigens niet alleen bij Amazon, maar dat is bij veel meer marketplaces waar fotografie en content. En hoe gaan jullie daar nu mee om? Heb je daar een bepaalde strategie voor uitgewerkt? Of? Nou, om heel eerlijk te zijn, ben ik daar wel nog mee bezig. Grootste verandering waar ik nu mee bezig ben, is dat er een branddocument of een brandovereenkomst gaat komen. Of een retailovereenkomst. Wat ze in de naam, ik weet nog niet precies hoe ik het ga noemen. Nee. Het belangrijkste wat er eigenlijk in staat, is dat merken op een bepaalde manier om moeten gaan als ze ons gaan wederverkopen. Ja. Het houdt in dat ze, wanneer ze zelf een platform hebben, een webshop, dat die moet voldoen aan een bepaalde snelheid, customer support moet aanwezig zijn op bepaalde tijdstippen. Eigenlijk een beetje de basics die je gewoon goed wil hebben staan op een platform, daar moeten ze zich aan gaan houden. Ja. Anderzijds moeten ze zich dus ook gaan houden en ons ook mededelen wanneer ze aanwezig gaan zijn op bepaalde marketplaces. En ze zich daar ook houden aan de juiste contentvoorwaarden. Minimaal 3 foto's per product.
Minimaal 5 bullets per product met informatie, altijd de voedingswaarde melden. Dat soort zaken staan eigenlijk in zo'n brandovereenkomst. Ja. Is dat wettelijk helemaal dichtgetimmerd? Dat betwijfel ik, maar het is wel ook voor sales een moment om met zo'n nieuwe klant ook te bespreken. Nou, let op, als jullie met ons merk aan de slag gaan en wij willen dat jullie meer gaan verkopen en jullie willen dat wij jullie goed servicen, dan laten we dat dan ook in zo'n brandovereenkomst zetten, zodat we het daar ook over hebben. Ja. En op die manier proberen we te creëren dat klanten echt proactief ook aan ons gaan vragen om nieuwe content, om misschien wel een campagne op te zetten binnen een bepaalde marketplace waar we zelf helemaal nog niet zijn of misschien überhaupt niet willen zijn. Nee. Zij wel daar heel veel potentie in zien, ja, dan kunnen we ze op de juiste manier ondersteunen. En nu heb je eigenlijk heel weinig controle over wat je merk doet op een marketplace of op een eigen kanaal. Ja. Dus die brandovereenkomsten, ja, daar heb ik wel vertrouwen in dat het gaat sturen. Ja, en hoe controleer je het nu? Heb je een spider ingesteld die dat soort content dan ook in jullie merknaam scrapt om te kijken waar het naar voren komt? Of hoe doe je dat nu? Nee, dat doen we niet. Heb je daar goede tips voor? Nee, niet zoiets wat ik zeg, dan heb je een tool, dan moet je zo doen. Maar scrapers zijn natuurlijk te bouwen en die zijn volgens mij in allerlei vormen wel verkrijgbaar op het internet. Dus dat zou een optie kunnen zijn. Nee, dit is zeker een optie. Maar nu is het een handmatig proces. We kijken natuurlijk. We hebben ook nog geen channel tool ertussen zitten waar je ook je concurrentie in de gaten kan houden. Dus het is een directe. Het is nog geen koppeling eigenlijk tussen Amazon en onze ERP of onze verkoopplatform WordPress. Dus we houden het nu in de gaten door gewoon binnen de dashboards van Amazon te kijken wat er eigenlijk gebeurt. Vanuit de producten te kijken, als we de buybox niet winnen, welke andere aanbieders er zijn. Daar houden we lijstjes van bij om dat ook weer te kunnen bespreken met sales. Dus dit is een houtje-toutje oplossing nog. Ja, je moet iets. Precies. Je moet nu iets en om de grootste problematiek in ieder geval eruit te filteren, die echt zichtbaar en aan de oppervlakte is, komen we nu hiermee wel een heel eind. Ja. Het grootste probleem is uiteindelijk wel dat het uiteindelijk ook weer een handmatige actie is van sales om het op te pakken met daadwerkelijk de klanten waar het om gaat. Ja. En een ander probleem is dat wij op het moment dat het bijvoorbeeld bij een groothandel terechtkomt en daar iemand het opkoopt, dat we geen zicht op hebben van wie het weer, wie dat is en waar hij of zij zijn voorraad vandaan heeft. Dus dat blijft wel altijd dat we sommige partijen ook zelf helemaal niet kennen die wel ons product verkopen. Je kunt het niet trekken. Nee. Zou het dan niet veel beter voor jullie kunnen zijn om te zeggen van weet je, dat merk, dat voeren we alleen zelf. En voor die B2B kanalen gaan we misschien een ander label inzetten. Of misschien white label besturen. Om juist dat grip op dat merk te kunnen houden. Ja, dus dat we, je bedoelt dat wij alleen maar zelf het merk gaan verkopen op kanaal. Of alleen maar met die resellers die daar dan inderdaad zich houden aan de richtlijnen die jullie daarvoor hebben opgesteld. Ja, dat is wel mijn ambitieniveau. Maar op dit moment zijn we binnen de organisatie nog niet zover dat het kan. Iedereen daarin meegaat of dat het kan. Ja. Ik denk dat juist ook dat nieuwe eigenlijk soort van private label merken die we voor onszelf kunnen gebruiken, dat een grote kans voor ons is. Want we zijn juist heel goed in ook private label merken opzetten. Dat doen we voor heel veel retailers. Bijna 80% van de Damals groep de omzet is private label op dit moment. Ja. Dus dat is een grote kans. Een andere kans is dat we op een gegeven moment wel tegen inderdaad bepaalde retailers gaan zeggen van oké, als jullie je niet houden aan bepaalde voorwaarden waar wij vinden dat moet voldoen om ons merk op marketplaces te zetten, dan gaan we niet meer aan je verkopen. Of dan gaan we de prijs omhoog gooien. Ja. Is dat iets wat we graag doen? Nee, want dat past niet echt bij de vriendschappelijke cultuur eigenlijk die Damals heeft naar retailers toe. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het noodzakelijk iets is in deze markt. Want op dit moment is de toegevoegde waarde die we overhouden binnen kanaal Amazon is vrij klein. Ik denk dat heel veel merken daar problemen mee hebben. Zeker met producten die gewoon een laag marge product is en ook een laag prijsproduct ook is.
ja, daar heb je al snel dit probleem. En moet je toch kijken hoe je je businessmodel in gaat richten, zodat het winstgevender wordt. Ja. Op dit moment is het wel voor ons gewoon een hele interessante pijlstok binnen bepaalde markten. In Italië zien we heel erg groeien. Ja. Daar verkopen we niks in retail. Dus dat is weer voor sales een mooi signaal om daar mogelijke dingen op te pakken. Ja. Slim zeg. Dus het is ook meer een lead generatie platform dan en markten verkennen dan dat je het echt geld moet doen. Oké. En heb je daar bepaalde ideeën bij? Hoe kun je die marges via die kanalen dan uiteindelijk verbeteren? Ja, wat we nu aan het doen zijn, is dat we eigenlijk twee stappen plannen. Stap 1 is dat we wel een tool tussen de kanalen, en in dit geval is het nog Amazon Europa, tussen de kanalen en onze verkoopplatform WordPress willen gaan zetten. En, dat is dan weer gekoppeld aan ons ERP-systeem. Ja. We willen daar een tool tussen zetten, zodat we beter met prijzen kunnen gaan spelen en die beter in de gaten kunnen houden, dus beter kunnen gaan sturen op prijzen en sneller kunnen reageren als we de buybox al hebben om toch de prijs iets te gaan verhogen. Ja. Het tweede is dat we met gebundelde producten gaan werken. En dat is ook iets wat in zo'n tool zit, wat heel erg goed werkt. Is dat je kan zeggen, nou, ik heb 5 smaken stroopwafeldoosjes. Die gaan we tegelijk als 1 product aanbieden op Amazon tegen een bepaalde prijs. Ja. Zodat je je orderwaarde wat omhoog kan schroeven. En op het moment dat we ze dankzij dus deze tooling ook zelf kunnen gaan uitleveren aan ons eigen warehouse, kunnen we dat veel beter managen. Dus dat is eigenlijk, ja, die tool gaat ervoor zorgen dat we meer met prijsbeleid kunnen doen. En anderzijds ook met gebundelde producten aan de slag kunnen. Ik weet dat veel meer foodmerken dat doen, dat ze echt pakketjes maken. Denk aan een zak chips en een flesje Gatorade als Champions League pakket. Ja. Dat verkoopt veel beter dan iemand die los een zak chips koopt. Dus dat zijn eigenlijk de trucjes om te zorgen dat je toch een wat hogere order value gaat krijgen. Ja. Gewoon op 1 zakje stroopwafel super laag. Dat is natuurlijk logisch. Ja, want Amazon die heeft ook allerlei richtlijnen en regels waar je aan moet voldoen als het gaat om verpakkingen en dingen meesturen naar klanten, toch? Dus daarin kun je ook niet denken van oké, ik doe er iets bij in of ik maak het interessanter voor klanten om rechtstreeks bij ons te gaan kopen. Uiteindelijk zijn er natuurlijk wel regels aan verbonden. Die zitten vaak een beetje in een soort van grijs gebied, want ja, controlemechanisme volgens mij bij Amazon is niet enorm. Dus je kan inderdaad prima er een flyer of iets dergelijks bij gaan doen, zodat je ze direct naar je eigen kanaal kan halen. Ja. Wat wel mag is dat je de verpakking je eigen branding mee mag geven. En dat is natuurlijk al een mooi moment binnen die customer journey, dat ze in plaats van een Amazon doos die een paar keer van de vrachtwagen is gevallen en nu een echt mooi doosje van het merk krijgen. Ja. Dat is natuurlijk een hele andere beleving. Ja. Dus dat speelt zeker mee, dat je dat meer kan controleren. En we gaan ook zorgen dat de hardlopers, dat we die in ieder geval sowieso vanuit ons eigen warehouse gaan bevoorraden. Of naar de klant. Rechtstreeks naar de klant. Naar de klant, dan kan je ook veel meer je verzendkosten in de gaten houden, die niet altijd een vast bedrag voor bij Amazon voor betaald. En die wederom ook weer meer kan spelen met die prijs op Amazon, om toch te zorgen dat je die buybox haalt tegen een zo hoog mogelijke marge. Ja. En er zitten nog andere dingen bij, hè? Want reviews zijn volgens mij ook ontzettend belangrijk binnen het Amazon-platform om hoog te ranken en goed naar voren te komen. Heb je daar ook vanuit jullie merk meer grip op? Of kun je dat beter sturen dan jullie B2B-afnemers dat zouden kunnen doen? Vind ik een hele goede vraag. Volgens mij kun je dat uiteindelijk alsnog niet beter doen. De data die je krijgt zijn encrypted e-mailadressen. Die krijg je op het moment dat je als seller aanwezig bent en het zelf uitlevert, krijg je eigenlijk dezelfde data als het via FBA doet. Yeah. Wat we nu doen zijn wel gerichte mailings sturen naar die encrypted e-mailadressen om te vragen of ze reviews doen. Yeah. Conversies ongeveer 2% op die mailings. Dus we krijgen wel echt reviews binnen.
Maar ik weet eigenlijk niet zeker. En dat is daarom een goede vraag waar ik die even ga uitzoeken. Of we meer kunnen met data wanneer we het zelf gaan uitvoeren. Volgens mij is dat niet zo. Volgens mij zijn er wel trucjes voor. En ik ga ook met een collega van mij die zelf redelijk bedreven is in het verkopen van producten via Amazon ook nog een podcast opnemen. Mm-hmm. Dus ga vooral ook die editie luisteren. Ja. Ja. Want die heeft allerlei trucjes sowieso om bovenaan te komen staan. Maar ook hoe je wel bepaalde data van je klanten kunt achterhalen. En ook hoe je ervoor kunt zorgen dat je zoveel mogelijk reviews krijgt. Om daar ook weer vervolgens goed op te ranken. Mm-hmm. Dus we hebben laatst bij ons op kantoor hebben we ook een masterclass gehad waarin hij ook uitleg gaf over hoe hij het doet en welke tools hij gebruikt. Dus daar wil ik ook graag een podcast omheen opnemen. Die kan voor iedereen denk ik heel relevant zijn. Een vraag die ook nog in mijn hoofd zit hè, in dit hele verhaal, omdat we het hebben over aan de ene kant het branden van het Dahlmans label. En aan de andere kant het verkopen van zoveel mogelijk via marketplaces. Is voice search. Ben jij daar zelf ook al mee bezig? Of is dat voor jullie echt nog... Echt nog een stap te ver. Ja. Zijn we niet mee bezig. Nee, want het is volgens mij heel logisch om te denken dat mensen roepen... Hey Alexa, ik wil stroopwafels. Maar eigenlijk wil je natuurlijk dat ze roepen... Hey Alexa, ik wil Dahlmans. Want... dan kunnen jullie het volgens mij rechtstreeks leveren. En als ze roepen stroopwafels, dan kom je altijd nog... worden ze waarschijnlijk toch bevoorraad vanuit Amazon zelf. Mm-hmm. En dan is het maar net de vraag of jullie op dat moment... de eerste gekozen worden door Amazon... of dat het een van jullie retailers is. Ja. Dus dat lijkt mij ook een interessante strategie... om rekening mee te gaan houden. Ja, absoluut. Maar jullie hebben volgens mij, als ik jou zo hoor... nog andere uitdagingen. Ja. We zitten denken... We zijn sinds vorig jaar, toen ik dit jaar januari bij Dahlmans startte, toen waren ze net 3 maanden bezig met Amazon. Ja. Dus het is nog vrij recent allemaal. Dus de uitdagingen liggen denk ik op dit moment inderdaad op een IT-vlak om het goed te stroomlijnen in ieder geval. Ja. Het prijsbeleid en toegevoegde waarde onder controle krijgen en daarna gaan we dat soort dingen... verder uitbouwen. Ja, ik denk dat die gaan we het verder uitbouwen en zo zoiets wel op de roadmap kunnen komen. Maar de uitdaging liggen nu op een ander plak. En ik had gisteren een gesprek met een WooCommerce plugin bouwer. Mm-hmm. Is voor jou, voor jullie WooCommerce en WordPress voorlopig nog voldoende? Of zie je daar ook al... Voorlopig wel. Onze strategie is stroopwafels leverbaar. Eigenlijk is het onze missie zelfs. Een stroopwafel leverbaar vanaf 1 pakje over heel de wereld. Ja. Dat is de missie. Ja. Dat betekent dat je op een gegeven moment als je een interessante markt hebt moet gaan lokaliseren. Dat je je multicurrency moet gaan toevoegen. Multilanguage moet gaan toevoegen. Ja. En daar is WordPress uiteindelijk gewoon niet het allerbeste platform voor. Dus iedere language site eigenlijk is een nieuwe site in zijn geheel. Ja. Producten moeten op alle plekken moeten ze opnieuw qua taal aangepast worden. Ik vermoed dat er ergens wel een moment komt dat je daar op dat vlak in ieder geval al tot het moment komt dat je vandaan een ander platform of een groter platform moet. Ja. En natuurlijk zijn er ook nog andere redenen om naar een ander platform te gaan, maar op dit moment volstaat het wel. Gewoon, ja. Het werkt. Deze site is ook pas een aantal, nog geen jaar live eigenlijk, zo moet je het zien. Nee, dus daar moet nog een bepaalde ROI op gehaald worden. Daar gaan we nog heel even mee door. Ja, snap ik. Dat we eruit kunnen halen. Maar uiteindelijk gaan we wel tegen wat zaken aanlopen. Op dit moment de keuze om onze branding veel meer toe te gaan voegen op de site. Daar werkt op zich WordPress dan nu wel prettig voor, want we kunnen natuurlijk heel snel... dingen toevoegen. Een blog en een receptomgeving gecategoriseerd en een landing page toevoegen. Daarin is het gewoon wel lekker snel en mee te werken. En je hebt net een hele rebranding of replatforming fase achter de rug bij je vorige werkgever. Ja, precies. Genoeg. Voelde bij al langer. Ik heb al gezegd, gaan we voorlopig gaan we dat eventjes nog niet doen naar een nieuw platform. Nee. Ik
Kijk, als het een noodzaak er is, dan moet je het gewoon doen. Als je weet dat je sneller kan groeien als je het wel doet, dan moet je het gewoon gaan doen. Ja. Alleen op dit moment dat we nog niet alles eruit halen wat erin zit met ons platform. En dat de uitdaging meer zit in de integraties tussen de platformen en inderdaad ook richting marketplaces. En ook de mogelijkheid om in je ERP-systeem veel meer stamdata te verwerken. Ja. Die ook doorschiet naar je e-commerce platform, naar je verkoopplatform. Ook dat is nu niet zo. Dus het werkt nu naar beneden toe in plaats van naar boven toe. En dat is nog wel een issue als het gaat om productinformatie. En heb je daar al een oplossing voor op het oog? Of moet dat nog gebouwd worden? Of? Er zit een integratielaag eigenlijk tussen WordPress en Exact. We werken met Exact online. Ja. En het is meer een inrichting dan een inrichtingskeuze. Die natuurlijk wel het werk met zich meebrengt. Ja. Dan dat je echt iets heel nieuws nodig hebt. Er is gewoon nu voor gekozen om WordPress leidend te zijn in de productinformatie onder andere. Ja. En prijzen worden ook overgeschreven wanneer we ze aanpassen in WordPress, worden ze overgeschreven in je ERP-systeem. Ja, dat is natuurlijk totaal niet wenselijk. Nee. Dat is een keuze geweest voor mijn tijd en dat is iets wat we nu in dit jaar nog wel gaan aanpassen. Hey, en als jij nu bij een andere organisatie opnieuw zou beginnen met marketplaces en de learnings die je daarin al in hebt opgedaan, wat zou je daarin onze luisteraars willen meegeven? Ik denk dat het belangrijk is om goed te kijken naar het product dat je verkoopt. En ik denk in dit geval zijn ze te snel ervan uitgegaan dat het handig en snel is en interessant voor de ontvanger. Wanneer je een stroopwafel koopt als hij bij Amazon op voorraad ligt. En dat een stroopwafelpakje met heel veel verzendkosten erop alsnog iets is wat gekocht wordt en waar wij dan ook marge op maken. Terwijl ze eigenlijk misschien beter hadden kunnen nadenken in een onderzoek kunnen doen naar wat voor soort productsamenstellingen zou iemand interesse in hebben en kopen ze ook. En maak je als bedrijf gewoon veel meer letterlijk een marge op eigenlijk. Hè. Het gaat niet zozeer om die toegevoegde waarde, maar als jij voor €20 stroopwafel koopt en je houdt een tientje over, dan is dat veel meer dan dat je €2 stroopwafel koopt en je houdt €1 over. Ja. Dat is het verschil. Dus je moet vooral goed kijken. Absoluut de getallen hoger zijn. Precies, ja. Goed kijken naar de producten en de samenstelling en ook goed kijken naar je concurrentieveld. Als we nu kijken naar concurrenties voor ons dan in het koekjeschap en het snackersortiment, om het zo maar te zeggen, zien we veel meer verzameldozen, samengestelde pakketjes. Ja. En veel minder de single packs als losse verpakkingen. En dat geeft denk ik ook wel al aan dat wel een winstgevende businessmodel is dan vanaf één zo'n stroopwafel toefzak. Ja. Die te leveren aan consumenten. Dus ik denk dat kijk goed naar het concurrentieveld en kijk goed naar het product wat je gaat verkopen. Ja. Op de manier dat ook op Amazon staat. Dus stem dat op elkaar af, zodat je daar ook zo'n veel mogelijk marge op maakt. Ja. Een andere tip is, zet die basis vooraf goed. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, begin met marketplaces en ga kijken of er volume komt en ga daarna optimaliseren. Dat is een strategie. Alleen als ik nu terugkijk op de twee trajecten die ik heb gedaan rondom Amazon, zal ik altijd zeggen, begin vanaf de bodem. Kijk eerst of je productinformatie in je ERP-systeem goed staat. Of de koppeling inderdaad goed kan servicen dat je maar op één plek al je productinformatie hoeft aan te passen. Ja. Dat je orders gelijk inschieten in je systeem. Eigenlijk dat je procesflow, dat die wel klopt. Zodat je daarna eigenlijk daar minder gedoe omheen hebt. En je echt commercieel wederom het platform kan gaan runnen. Of dat nou je webshop is of je marketplace. Of denk dat het goed is om gewoon je IT-proces goed op orde te hebben. Want dat laat je gewoon daarna gewoon heel erg versnellen. Er zijn twee kanten aan dit verhaal. Want op het moment dat je gewoon een hele kleine organisatie bent, dan is het soms beter om gewoon te beginnen. Dan heb je überhaupt nog niet de power om misschien wel om moeilijke integraties te gaan maken.
Maar in ons geval, bij een hele grote organisatie, een Damons Groep, die al 105 jaar bestaat. En ja, waar wel de mogelijkheid was geweest om het qua IT-structuur helemaal strak neer te zetten. Ja. Dan had je een langere aanloop gehad en iets hogere investering. Maar dan had je nu wel sneller kunnen... Ja, dan had je er nu profijt van gehad. Ja. Ja. Oké, dus in eerste instantie kijk naar je productaanbod. Mm-hmm. Stem dat af op je concurrentie. En zorg ervoor dat je IT-infrastructuur voor elkaar is voordat je ermee begint. Ja. Ja. Om eventueel hoofdpijn achteraf en vervolgens de versneller ook in te kunnen zetten. Ja, absoluut. Cool. Absoluut. En zijn er verder dingen waar je tegenaan loopt? Hè? Want je kan me voorstellen, doet Amazon alle servers zelf? Als je klant bent en je bestelt Damans stroopwafels bij Amazon en er is iets, bel je dan met Amazon? Of komen ze dan uiteindelijk nog wel weer bij jullie terecht? Nee, ze komen bij ons terecht. We zijn het merk die het verkoopt. We zijn het zelf. De vragen komen direct bij ons terecht. Vragen vallen eigenlijk wel mee. Op dit moment krijgen we de meeste vragen die we krijgen gaan over facturatie. Kun je een invoice sturen? Ja. Omdat het zakelijke kopers zijn, dus die willen een invoice hebben. Ja. Ook daarin, dat is iets wat we nu handmatig doen en dat werkt prima. Maar een integratietool waar we nu naar kijken, dus we hebben een selectie gedaan, die service dat ook geautomatiseerd zelfs al. Ja. Dus wederom denk aan die infrastructuur die goed werkt. Ja. Scheelt wel gewoon tijd. Maar het is nu wel te managen, in ieder geval de vragen van consumenten. Ja, dus dat is goed te doen. En krijgen jullie ook de vragen binnen van de dingen die verkocht worden via de retailers? Hè? Want ik kan me voorstellen, jullie verpakking zit er omheen. Mm-hmm. Daar staan ingrediënten op en moet je voldoen aan allerlei wettelijke regels en eisen van het land. Maar er staan ook telefoonnummers op, denk ik. Ja, absoluut. Dus we krijgen zeker veel vragen, customer support vragen binnen. Vanuit heel de wereld eigenlijk. Ja. Mensen die willen kopen, dat gaat via social media, dat gaat via e-mail. En die veel vragen kunnen we gewoon op een eenvoudige manier beantwoorden. Want het gaat inderdaad over ingrediënten, of iets kosher is. Als er een klacht is over het product. Klacht komt wel voor. Die hebben we natuurlijk bijna nooit, dat snap je. Nee, natuurlijk niet. Behalve als de retailer het niet goed doet. Ja, precies. Nee, dus we pakken dat wel op hoor. En het kan wel een keer voorkomen dat we wel zeggen van oké, wie heeft het gekocht bij retailer X? Ga wel bij hem te raden om een vergoeding of wat dan ook. Ja. Maar in de regel lossen wij het vaak als merk wel in de op. Ja. En je had het net al even kort over cultuur, hè? En dan vooral cultuur richting de retailers. Hoe is de cultuur binnen het bedrijf? Je bent natuurlijk redelijk vers daar. Ja. Familiaire cultuur. En dat is echt een familiebedrijf. Dus die sfeer hangt er ook nog steeds. Ja. We kennen elkaar al jaren. Toen ik net een maand binnen was er een nieuwjaarsborrel. En waren er volgens mij iets van 10 jubilarissen van tussen 25 en 40 jaar in dienst. Zo. Dus dat is wel, dat is denk ik heel erg uniek. Typerend, ja. Ja. Toegankelijk ook, dus iedereen staat voor je klaar op welke plek in de organisatie dan ook. Recent, omdat ik vertelde dat we echt een krapte eigenlijk in de stroopwafelmarkt hebben. Dus we kunnen de klanten niet genoeg bevoorraden. Nee. Er moet hard gewerkt worden en ook wat dat betekent is dat uiteindelijk bijna iedereen binnen de hele organisatie die niet direct in de inpak of op productie werkt, ook een dagje mee gaat draaien binnen de productie. Ik denk dat wel heel erg maakt hoe toegewijd iedereen is. Mouwen op stropen gaan. Sorry? Mouwen op stropen en gaan. Ja, precies. Ja. Goed. Want 1,2 miljoen zei je, stroopwafels per dag. Die is de mails, ja. Kijk, en dat is ploegendienst, denk ik? Ja, dat is ploegendienst. Die draaien, als ik het goed heb, door de week twee ploegendiensten, soms drie zelfs. Ja. Op zaterdag draait één dienst. En soms draaien ze ook op zaterdag twee diensten en op zondag zelfs. Dus het ligt een beetje aan hoe de drukte is. Ja. Maar goed, dus het is continu bedrijvigheid in ieder geval. Het is verdeeld over drie vestigingen, drie productiefabrieken ook. Er is geen los hoofdkantoor waar helemaal niks
gebeurt qua productie. Dus alles draait echt om de productie. En daarboven zit echt zitten de kantoren. Zo moet je ja, het zien. Ja, ja. En die fabrieken staan allemaal in Nederland? Of is dat verspreid? Ja, staan allemaal in Nederland. Er is wel nog een fabriek ook in Engeland. Maar die is op dit moment niet operationeel. Dus die draait er mee. Die is een keer gekocht. En wellicht gaat die wel alsnog meedraaien in het geheel. In het geval. Ja. Ook even de Brexit afwachten daarin. Ja, precies. Ja. Hey, en jullie hebben een doel waar je naartoe werkte. Je zei heel de wereld. Hoe was het ook weer? Eén pakje stroopwafels. Ja, heel de wereld. In ieder geval één pak stroopwafel leverbaar over heel de wereld. Dat is het idee. En ik heb nog ergens anders een kreet gelezen. Volgens mij de hele wereld aan de stroopwafels. Ja, ja. Die zag ik ook nog. Ik heb het niet gelezen. Maar, het was op de website volgens mij. Oh, oké. Nou ja, dat kan goed. Ja, dat is een mooie kreet. Ja. Heel de wereld aan de stroopwafels. Maar ervaar je het ook echt zo? Familiebedrijven en dan met elkaar naar één doel toe werken? Nee. En ik denk dat iedereen wil hetzelfde. En dat is dat... iedereen die aan stroopwafels denkt, aan Damons denkt. En iedereen die aan Damons denkt, denkt aan stroopwafels. Dus vanuit merk gezien is dat het doel. Ja. De weg ernaartoe, daar heeft nog niet iedereen dezelfde visie over. En dat is eigenlijk even weer terug op dat wat ik in het begin zei van offline versus online. Dat is nog wel echt een scheiding binnen de organisatie. Mm-hmm. Dat is een ander onderdeel van bij een familiebedrijf werken wat al zo lang bestaat, is dat heel veel dingen al heel lang ook zo gaan. Ja. Je toch tegen soms wat gesloten deuren aanloopt. Ja, omdat verandering moeilijk is. Omdat verandering wel moeilijk is. Ja. Ik denk dat Rick Damans, die het online team als start-up eigenlijk binnen de organisatie op heeft gezet, heel goed gezien heeft binnen zijn eigen bedrijf eigenlijk. En gezien heeft van we gaan dat los opzetten. Ja. Dus dat we sneller kunnen schakelen, sneller kunnen acteren. Alleen nu komen we wel in de omvang waar we nu zitten. Ja, komen we op het moment dat die samenwerking steeds belangrijker gaat worden. Ja. En we afhankelijk gaan worden van elkaar. Ja. Dat is de volgende stap, denk ik. Want zit er dan nog een centrale marketingafdeling waar het merk en dergelijke wordt bewaakt en dat soort dingen? Zit je daar ook nog mee? Ja, dus dat was er niet. Sinds januari dat ik gestart ben, heb ik daar heel erg voor gevochten. Omdat ik vond dat er te veel verschillende uitingen waren rondom ons merk. Dat er eigenlijk niemand was die daarop controleerde. Dus uiteindelijk, als je ergens heel hard voor strijdt, dan krijg je vanzelf die rollen in je schoenen geschoven. Ja. Dat is ook wel leuk. Dus ik heb tot en met eigenlijk afgelopen week ben ik degene geweest die partnerships en uitingen en gedeeltelijk ook de verpakkingen waar ik in ieder geval over moest zeggen of dat wel in lijn was met ons brandboek of ons huisstijlhandboek. Het huisstijlhandboek was denk ik 2 pagina's dik. Ja. Dus dat zegt eigenlijk genoeg over hoe goed geworteld dat zat binnen de organisatie. Ja. We hebben voor het merk een aparte MT opgericht. We hebben de P&L echt gescheiden van de private label organisatie ten opzichte van merk. Dus het zijn echt 2 bedrijven eigenlijk inmiddels geworden. Ja. En gelukkig is vorige maand, vorige week eigenlijk, is een nieuw brand manager gestart. Kijk. Zij gaat echt het merk bewaken, zorgen voor ontwikkeling van het merk richting de consument. Omdat het gewoon heel erg nieuw is voor Damons. Altijd eigenlijk met dat private label stuk bezig geweest. En het merk is gewoon op een gegeven moment heel erg goed gaan groeien. Maar er zit gewoon veel meer potentie in. En het is ook gewoon echt een andere werkwijze als je je merk wil laten groeien ten opzichte van je private label brands eigenlijk, of je private label werk. Dus goed is dat we nu een brand manager hebben die met wie ik eigenlijk voor mijn gevoel het heel erg samen op kan pakken. Ja. Heel veel dingen die ik met mijn team doe is onder andere natuurlijk social media, wat eigenlijk per definitie nog steeds gewoon een branding kanaal is. Ja, maar goed, knappe jongen die me mag vertellen dat er superveel conversies uitkomen. Er zijn voorbeelden, I know. Vooral in fashion. Maar ja, social is denk ik wel nog echt een brandingkanaal, zeker voor food. Ja. De campagnes die ik natuurlijk doe, de retailers waar wij vanuit onze B2B-hoek met stroopwafels.com mee willen gaan samenwerken, of die met ons willen samenwerken, die moeten eigenlijk ook langs een branding
pijlstok gehouden worden om te kijken of het wel een retailer is die heel erg bij ons gaat passen. En ja. Kiezen met welke partij je gaat samenwerken valt er ook in. Dus ik denk dat we wat dat betreft op een nieuw startpunt weer zijn. Qua professionaliteit waar we naartoe gaan met het merk. Ja. Kunnen we verder bouwen. Absoluut, ja. Ja, tof. Want wat zijn de volgende uitdagingen? We hebben het nu vooral gehad over wat je learnings tot nu toe zijn en waar jullie nu staan. En naar de toekomst toe, wat zijn de belangrijkste issues waar jullie nu mee aan de gang gaan? Grootste dingen die er aan zitten te komen is, enerzijds is dat het brandboek moet gaan leven online. Dat betekent dat we de verhalen die er eigenlijk misschien al waren of die gecreëerd zijn binnen het brandboek, dat die een weg moeten vinden naar onze social kanalen. Misschien wel naar onze brandpage op Amazon. Maar ook naar een nieuwe campagnesite of een brandsite. Waarin we echt iets vertellen over ons merk en wie we zijn, waar we voor staan. Ja. En daarmee willen we ook gaan werken aan misschien wel offline campagnes. Het kan best goed zijn dat we op een gegeven moment een ABRI-campagne in de USA achter in de USA wordt. Om ons product binnen een bepaald geografisch onder de aandacht te brengen om maar te werken aan die bekendheid van die stroopwafel. Dus dat is eigenlijk een van de grotere dingen die eraan zit te komen qua brand. Ander ding qua brand wat eraan zit te komen is een rebranding van onze verpakkingen. Een nieuwe styling, nieuwe branding. De verpakkingen moeten natuurlijk ook veranderd dan. Yep. Dat is natuurlijk een enorm project, want we hebben niet eens zoveel SKU's. Hè. Dus het is niet dat we duizenden producten hebben. Nee. Maar we hebben wel heel verschillende markten waar we onze producten verkopen. En in food zijn de regels per land ook echt weer anders. Dus wat heb je in Amerika qua nutritional facts erop staan, is weer heel erg afwijkend van hoe je het aankaart in Europa. Ja. Dus heel veel per product hebben we heel verschillende verpakkingen per land die we aan moeten passen. Dus dat is een ander groot project. Als ik kijk naar mijn e-commerce stuk is... Het belangrijkste voor mij nu dit jaar nog is in ieder geval afsluiten dat ik het businessmodel wat ik nu voer op marketplaces, dat in ieder geval net een stukje rendabeler is, dat ik net iets meer toegevoegde waarde overhoud per order. Ja. Als we daar iets meer grip op hebben, ga ik vanaf het volgende jaar uitbreiden met wellicht met B2B marketplaces. We kijken inderdaad naar bol.com. We hebben inmiddels contact met onze Japanse distributeur. Om Amazon Japan op te gaan zetten. Ja. Amazon Japan is interessant, want Amazon is voor Japanners net zo groot als bijvoorbeeld Amazon voor Duitsland is. Dus dat is echt huge daar. Ja. Plus Japan is een hele goede markt voor ons. Dat is ooit ontstaan vanuit de historie van Damans na een salesreis naar Japan. En blijkbaar zijn de Japanners dol op de stroopwafel, dus dat is een interessante markt. Leuk man. Amazon USA hebben we dit jaar al opgestart als project. En dat zit er ook aan te komen. Dus het zit echt wel op die kanalenstrategie. We hebben al gesprekken gevoerd met ook wederom onze distributeurs in China. Maar ook met een aantal specialisten op het gebied van marketplaces in China. Ja. Dus het zou goed kunnen dat... Dat je daar ook andere kanalen... Ja, andere kanalen ook gaat... Alibaba over. Ja, Tmall inderdaad. En daar staan we natuurlijk gewoon alweer met ons product. Ja. Dan heb je eigenlijk dezelfde problematiek. Als met Amazon, Met Amazon. Dus hele oude verpakkingsmaterialen die je ziet. Er zit geen storytelling of content omheen. Dus ja, het is een heel veel te plat. Trekkige positionering eigenlijk van je product op zo'n kanaal. Ja. Natuurlijk weten we wel dat als je bijvoorbeeld gaat kijken naar een Tmall in China... Dat je je voorraad echt daar moet hebben liggen. Dat je misschien zelfs een gedeelte misschien wel productie moet gaan doen daar. Ja. Om snel te kunnen acteren. En je hebt uiteindelijk ook gewoon mensen uit China nodig om je contentverhaal te schrijven. Dat is helemaal een vak apart. Dat is echt een vak apart. Ja. De influencermarkt is daar super belangrijk binnen de hele customer journey. Dan moeten we hulp bij gaan zoeken uiteindelijk. Ja. Tof, man. Dus dat zijn eigenlijk de grote dingen. Ja, een andere, dus de laatste denk ik die wel belangrijk is, is de manier waarop we ons assortiment positioneren richting B2B en B2C. Ik geloof er heel erg in, en dat is iets wat ik volgend jaar op ga pakken, is dat die consument, en ik denk zelfs wereldwijd, en in Nederland al helemaal, want daar koopt iedereen zijn stroopwafel in de winkel,
straks veel meer op zoek is naar een giftverpakking, een momentverpakking, themaverpakking van stroopwafels in een mooie doos met een strik eromheen, om het zo maar te zeggen. Ja. Misschien een stroopwafelpet of een stroopwafelschort, een boek over stroopwafels, meer de merchandise kant en de gifting kant voor de consument. Natuurlijk kunnen ze ook lekkere stroopwafels bestellen. Misschien willen ze wel een hele toonbankdoos op hun bureau bestaan. Be my guest. Maar die consumentenmarkt gaat veel meer zijn om experience rondom het merk. Ja. En de B2B-kant, dat gaat meer echt om de dozen. Om aantallen. De grote verpakkingen, de bulkverpakkingen. En bij B2B zou ik heel graag onder andere een platform hebben dat herhaalbestellingen ondersteunt. Snel bestellijst ondersteunt. Waardoor we ook een gedeelte van de B2B-orders die nu nog via het hoofdkantoor lopen, ook naar het online kanaal kunnen trekken. En ze daar ook herhaalbestellingen kunnen doen. Want we hebben best wel een aantal retailers met zeg 20 winkels. Die nu allemaal via het hoofdkantoor letterlijk een order schrijven. Misschien nog wel op papier, ik weet het niet. Maar er worden echt orders geschreven. Die zijn op een gegeven moment out of stock. Die willen eigenlijk vrij snel gewoon nog een aantal van die spullen weer op voorraad hebben liggen. Waarom kan het niet via ons online kanaal? En dat is uitdaging. Heb je ook veel meer grip op je... Ja. Ja. Want hoe doe je dat met data? Je hebt natuurlijk allerlei verschillende afzetkanalen. Je hebt de webshop, je hebt de B2B-kanalen. Je wil natuurlijk een beetje weten hoe dat gaat. Hoeveel verkoop je waar? Wat is je ROAS? Je ROI op bepaalde dingen? Hoe doe je dat op dit moment? Ja. Dat is echt een goede vraag van je, Matthijs. Maar je weet inmiddels waar we het er niet toe staan. En dat we daar ook absoluut nog zeker niet zijn waar ik zou willen zijn. Dus data op dit moment komt uit verschillende bronnen. En die moet ik samen. Veel Excel. Veel Excel. Daar komt het wel op. Ja, oké. Dus we hebben een kanalenrapport waarin de verschillende kanalen en ook Amazon campagnes bij elkaar staan. En dan werken we met periodes, dus per periode vergeleken en per periode vergeleken versus last year. Dus op die manier kunnen we een beetje kijken en sturen waar of het seizoensgebonden is of het goed gaat. Ja. We halen al onze data uit. Natuurlijk kun je exporteren als CSV weer uit Amazon. We kunnen het exporteren uit Analytics en dat gooien we dan weer inderdaad in een month-to-date periodiek to-date rapport. Ja. Dus het is veel Excel, eigenlijk veel bij elkaar gooien van data en kijken wat we eruit kunnen halen. Exact op financieel vlak, we maken een rapport, gewoon het budgetrapport eigenlijk, zo moet je het zien. Ja. We kijken naar categorieën die goed verkopen, binnen welke landen, dus het is veel handwerk. Ja. Maar ik vind het wel super belangrijk, want mijn sturing is dat ik op maandag die papieren werk eigenlijk, die Excelletjes wel naar voor me zie. Ja. En er informatie uit halen. En ik ben natuurlijk gewend bij mijn vorige werkgever dat we op een gegeven moment de transitie maakten naar een BI-tool. En ja, dat is gewoon, zo'n dashboard is natuurlijk uiteindelijk gewoon super handig en laat je gewoon veel sneller zien waar je staat. Ja. Veel meer inzicht. Dus het kan goed zijn dat we uiteindelijk daar naartoe gaan. Alleen je moet je projecten kiezen en prioriteren. Ja, snap ik. Als je snel iets wil en je wil het iets makkelijker, nodig ik je uit om eens op guapa.io te gaan kijken. Want wij zitten midden in de lancering van een eigen e-commerce data tool. Oké, tof. Die alle verschillende kanalen bij elkaar brengt. En waar je echt in de hele organisatie inzicht kan bieden in je e-commerce data. En of je strategie uitkomt. Dus mocht je eraan toe zijn, neem daar eens een kijkje. Ja, dank je. Heb je voor jou een idee alles besproken wat je wou bespreken? Of zeg je van ik mis nog bepaalde onderdelen of er zit me nog iets in het hoofd? Of ik heb nog een vraag aan jou? Of misschien wel aan andere mensen die nu luisteren die misschien wel kunnen helpen met bepaalde dingen waar je tegenaan loopt? Nou nee, ik denk dat alles wel besproken is. Maar ik denk dat ik hoop dat er natuurlijk mensen luisteren en ook gaan reageren onder een bericht waar ze het luisteren. Ik vind het een interessante vraag om te stellen. Wat men vindt, of je wel of niet retailer mag weigeren om iets op Amazon te verkopen. Hoe zij daarmee om zouden gaan. Dus of ze het oké vinden om tegen een reseller te zeggen, beste reseller, je duikt onder mijn prijsbeleid, het adviesprijsbeleid. We verkopen niet meer aan je. Of ik wil gewoon niet meer dat je verkoopt.
Ja. Dan vind ik dat het daadwerkelijk verbieden om te verkopen, wettelijk gezien, hè, dus dat je mag niet zeggen, ik heb het aan je verkocht, maar daarna mag je niet meer zelf bepalen waar, welke platform je het betaalt. Volgens mij mag dat wettelijk niet. Ik geloof dat Adidas wel een keer op de vingers is getikt hierom en heeft daarom gezegd, nou, we halen onze handen weer eraf en iedereen mag doen wat hij zelf wil. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe andere partijen die op Amazon zitten omgaan met resellers of wederverkopers die ze niet, helemaal niet kennen, die het heel moeilijk maken om met een marge interessant prijsbeleid toch die producten te verkopen. Ja. Hoe ze omgaan met resellers die zich eigenlijk niet per se houden aan de afspraken zoals jij ze graag zou willen zien. Goeie vraag. Ja. Goeie vraag om mee te stoppen. Yes. Mag ik jou bedanken voor deze interessante editie van de podcast. Superleuk. Graag gedaan. En wees geen vreemde, laten we contact houden. Ja, ik ga zeker kijken op, wat was het, guapa.io? Guapa.io voor de data. En als je meer wilt weten over de podcast, dan kan je naar askmatthijs.com. Perfect. Nou jongen, leuk. Dankjewel en tot snel weer. Helemaal goed. Jij ook bedankt. Tot later. Doei. Hoi.